Mama na mana mana mama na mama. Mama na mana mana mama na mama. Leuk dat je weer kijkt naar Noon, het tofste kinderprogramma van Utrecht. Met in deze uitzending: Jamairo is model. En Emily gaat kijken of ze haar eigen plas kan drinken. Het ruikt gewoon echt nog steeds naar plas. Maar nu eerst gaan we kijken naar een wel hele grote kat. Beste, vetste, grootste, gekste. Kat. Even voorstellen. Dit is Blue, een Maine Coon. Met een gewicht van 6,5 kilo is hij ruim 2 keer zo zwaar als een normale huiskat. Ondanks dat Blue nog groeit, heeft hij al een lengte van 60 centimeter bereikt. En daar hebben we niet eens zijn staart mee gerekend. Hiermee is hij een van de grootste katten ter wereld. Een van de kenmerken van deze grote kat zijn de pluimpjes op zijn oren en een extra lange pluimstaart. Nou, bij mij lukt het nog niet helemaal. Maar de 11-jarige Tom, die weet hoe die moet klimmen. Je hangt hier elke week aan de muur. Verslaggeverster Emily, die deed een lesje mee. Ik ga het nog even zelf proberen. Tom? Ja? Kom hier naar beneden? Ja. Hoi. Hoi. Want jij doet namelijk aan klimmen. Ja. Klopt dat? Hoe vaak doe je dat in de week? 2 keer. 2 keer in de week. En wat vind je nou zo leuk hier dan? Nou, ik heb wel eens mijn kinderfeestje hier gedaan. En toen dacht ik zo van, dit is heel leuk. Toen kwam ik hier nog een paar keer met mijn vader. En toen dacht ik, wil hier wel op. En toen kon dat. En nu zit ik er al 2 jaar open. En het is, ja, ik weet niet. Het is gewoon heel leuk. Ik heb dus een dilemma. Ik kan helemaal niet klimmen. Maar het lijkt me heel leuk om dit wel te kunnen. Zou jij het misschien mij kunnen uitleggen zo? Ja, dat wil ik wel. Het is eigenlijk de bedoeling dat je alleen maar 1 kleur doet. Maar dat deed ik eerst ook niet. Ik niet op klimmen. Oh god, ik kan dit helemaal niet. Vond je het in het begin wel eng? Ja, op het begin wel, ja. Ik vind het nog best wel moeilijker, Tom. Nou, dat was best wel leuk. High five. Voor mij was dit maar een makkelijk muurtje, maar Tom gaat de uitdaging aan. Hij pakt een hele moeilijke route. Nou, de grepen zitten zeg maar heel ver uit elkaar. En dan moet je echt helemaal strekken. En het is best moeilijk om dan zo, dat je net niet bij kan. Dan moet je net zo indraaien dat je net wel bij kan. Het is best wel moeilijk. In een klimhal zijn er verschillende routes gemaakt die je kunt volgen door een bepaalde kleur aan te houden. De routes zijn niet allemaal even moeilijk. 1A is de makkelijkste en 9C is het moeilijkst. De route die Tom hier doet is 6B. Je klimt altijd met z'n tweeën. De een klimt en de ander zekert. Zekeren bij het klimmen heeft een beveiligingsfunctie. Het zorgt ervoor dat je niet naar beneden valt. Goed gedaan, man! Nou, Tom, hartstikke bedankt voor de les en voor de leuke dag. Alsjeblieft. Ik heb plezier nog met klimmen. Ja, doei doei! Wil je nou meer actiebeelden zien van deze sport? Kijk dan even op onze website. Ja, vloggen en klimmen is nog best wel lastig tegelijk. De 12-jarige Tessa, die vlogt elke week. Ze vlogt als ze naar de paarden gaat, als ze gaat shoppen of als ze op reis gaat. Ze heeft nu al 1000 volgers. Helemaal, vandaag heb ik voor jullie een korte vlog en ik ben nu met de mensen van RTV Utrecht. En ze zijn nu mij aan het interviewen en ze hebben net een vlog opgenomen. Hallo. Ja, ik vlog soms over het dagelijks leven wat ik doe. Soms vlog ik over de paarden en ik maak ook filmpjes voor de Penny. Dus ja, daar vlog ik eigenlijk over. Sommige vlogs gaan over mijn paarden. Dan laat ik zien als ik poets of een beetje die dingen, dagelijkse dingen wat je moet doen hier in de stal. Ja, ik denk als je weggaat dat je dan kan filmen wat je gaat doen. Dus dat is wel heel erg leuk. Dan kan je andere mensen laten zien wat je eigenlijk aan het doen bent. Tessa van 12 zit al 2 jaar lang op YouTube. Met zo'n 1000 volgers is ze hard op weg om een echte YouTuber te worden. De filmpjes die ze het vaakst maakt zijn vlogs. Vloggen is dat je filmt wat je in je dagelijks leven doet. Als je op YouTube kijkt en je zoekt op vloggen, dan zie je gewoon heel veel vlogs.
Ja, sommigen die vloggen één keer per week en anderen vloggen gewoon dagelijks. Dus ja, het verschilt heel veel. Het is een pot met elastiekjes. Hier zitten allemaal elastiekjes in. Dan kun je leuk in de manen doen of een vlechtje maken. Inspiratie voor de vlogs haalt Tessa uit het dagelijks leven. Soms komt het gewoon ineens in me op. De andere keer dan zoek ik gewoon op YouTube. Ga ik gewoon kijken wat zijn leuke filmpjes wat ik ook kan maken. En soms vraag ik het aan iemand. Ja, dan heb je nog leuke ideeën voor een filmpje. En dan vind ik het wel een goed idee en dan ga ik het maken. Wil je nou zelf ook een vlog beginnen? Tessa heeft nog wel een goede technische tip voor je. Ja, dat je gewoon goed laat zien, dat je goede belichting hebt. Niet goed geluid, want anders haken mensen heel snel af. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Nou, ik heb niet erg lampen, speciale lampen ervoor, maar ik heb meer... Dan ga ik bij het raam zitten en ja, zodat je beter licht kan krijgen. Dus dat is mijn tip. Nou, dit is de poetskoffer zelf van Saartje. Ik ken hem al echt heel erg lang, dus hij is een beetje lichtroze geworden. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Ook wij zijn aan het vloggen. Je kan het zien op ons eigen YouTube kanaal of noontv.nl. Ah! Wow. Wist je dat? Je supersnel een ei kunt pellen? Vind jij het ook altijd zo lastig om een ei te pellen? Wij leren je een handig trucje om dit veel sneller te doen. Voor dit proefje heb je maar twee dingen nodig. Een glas water en een ei dat al gekookt is. Laat het ei langzaam in een glas water vallen en schud het glas boven een wasbak hard heen en weer. Haal het ei vervolgens langzaam uit het glas. Je zult voelen dat de schilletjes al een beetje loszitten. Pellen is dan ook niet meer nodig. Het ei komt zo uit zijn schilletje gerold. Golf is echt een hele andere sport dan klimmen. Bij golfclub Amelis Weert leer je in een groepje hoe je een bal het beste in een put krijgt. En om eerlijk te zijn, is dat nog moeilijker dan gedacht. Over de baan lopen met je clubs en de juiste putter uitzoeken. Het kan best lastig zijn om in je eentje te gaan golfen. Maar bij golfclub Amelis Weert kun je het nu ook leren in een groep. Het is gezelliger, je kan ook kletsen en je kan ook tips krijgen van anderen of zien hoe anderen spelen. En zo help je ook weer beter op weg. Ja, want dan heb je ook wel gewoon met andere mensen kan je gewoon ook nog even iets anders doen dan. Want als je alleen bent, dan is het soms wel een beetje saai. De lessen beginnen met een leuke warming-up door middel van spelletjes om de spieren goed los te maken. Als dat eenmaal is gebeurd, is het tijd voor het echte werk. Want golf is een serieuze sport. Focus. Als je gewoon focus, goed staat en gewoon weet een beetje hoe je moet swingen, dan komt het wel goed. Als je bijvoorbeeld op golf wil gaan, dan moet je wel een beetje geduld hebben. Want je moet natuurlijk ook wachten totdat de ander heeft geslaan. En je moet ook vaak stil zijn en zo. Voor veel kinderen is golf de tweede sport. Olivia, Lieke en Niek kunnen inmiddels de bal al aardig goed putten. Je begint natuurlijk wel makkelijk, maar het wordt wel steeds wat moeilijker. Ja, je moet ook echt heel veel geduld hebben. Ook om een goede stand te hebben. Maar ook doorzettingsvermogen, want soms gaat het ook niet goed. En je moet ook de techniek leren. En dat is niet de makkelijkste techniek van alle sporten. Ja, je hebt heel veel geduld nodig inderdaad. Maar als de bal er eenmaal in zit, voelt het ook echt goed. Wil je nou zelf ook een keer gaan golven? Kijk dan even op onze website, want daar staan tips over hoe je het beste een bal kan slaan. Doe ik het een beetje goed? Ik ben dan misschien een fantastisch klimmodel, maar poseren voor modefoto's is wel echt iets heel anders. Jamairo heeft al in verschillende tijdschriften gestaan en is zelfs op tv geweest. Hij is fotomodel. Hoi, ik ben Jamairo. Ik ben 10 jaar oud en ik ben een model. Hier sta ik ook bij Twinlife en hier moesten we stoel doen. Die sta ik ook bij in een oude auto. Jamairo staat sinds zijn vierde al in verschillende bladen.
Een echt topmodel dus. Maar de allereerste keer dat hij voor de camera stond, vond hij dit nog wel lastig. We gingen een fotoshoot doen waar een man speelde alsof hij mijn vader was. Maar hij ging me optillen en dat vond ik eng, dus ze moesten het veranderen, de shoot. Bij deze zwart-witte foto moesten we naar voren en naar achter lopen. En hier had ik een soort van oude camera vast. Jamairo vindt het zelf heel erg leuk om fotomodel te zijn. Maar wat vinden zijn vrienden ervan? Ze vonden het leuk, maar eerst wisten ze dat toen nog niet, want ik had het eerst nog niet verteld. Ik had ook bladeren mee naar school genomen. En ze zagen me ook eens op tv. Ik vond het leuk dat ze me op televisie hadden gezien en in de bladeren. Als topmodel moet je er goed uitzien, dus gaat Jamairo vaak naar de kapper. Ik ga nu naar de kapper om mijn haar te knippen. Hier moet het plat en hier ook een beetje plat. Beetje plat? Het kan vaak druk zijn op een fotoshoot. Veel mensen, grote lichten, grote camera's. Maar wat willen ze precies? Ik moet een pose aannemen. Ik moet soms schreeuwen met mijn mond open of iets geks doen. Of we gaan naar een andere plaats of we gaan buiten. Al die fotoshoots... Hoe bereid je Mayra zich daar nou op voor? Net de kleren aandoen, mijn haren kammen en gel zetten. En mijn bril soms ook schoonmaken. Want soms mag ik met mijn bril op de foto. Jamairo raadt het iedereen aan om een fotomodel te worden. Maar heeft nog wel een tip. Altijd blij zijn. Op onze website geeft het modellenbureau van Jamairo tips over hoe je een goed model wordt. Deze week in Goor, urine. En de grote vraag is, gaat Emily echt haar eigen plas drinken? Stel je nou toch eens voor dat je je eigen plas kan drinken. Sven studeert scheikunde en hij gaat ons laten zien hoe dat moet. Hi. Hallo. Ik ben Emily. Ik ben Sven. Ik ben scheikundestudent. En ik ga laten zien hoe jullie van plas water maakt. Ik ben heel benieuwd. Nou, maar daarvoor moeten we eerst een labjas en een labbril op. Oké, Sven, wat eerst? Dit is een destilleeropstelling. Hier doen wij zo de urine in. Dat gaan we verwarmen, zodat het water gaat verdampen. En hier loopt water doorheen, dan wordt het weer gekoeld. En dan wordt het weer normaal water, waardoor het hier in neerslaat. En dan heb je weer gewoon water. Nou, als je het helemaal droog kookt, dan hou je een soort zout, hele kleine stukjes vaste stof, steentjes over. En het heeft een leuke eigenschap dat het licht geeft. Echt? In het donker. Ja, zoals de sterretjes die je wel eens op je plafond plakt. Maar hoe komt dat? Dat komt omdat het element fosfor erin zit. En fosfor geeft licht in het donker. Ah. Na ongeveer een half uur komen de eerste druppels in het glaasje en kan ik dus gaan proeven. Als het nu klaar is, dat ik het kan gaan proeven. Ja, dat klopt. Alsjeblieft. Oh, ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Oké, ik ga het eerst ruiken. Oké, het stinkt echt heel erg. Hoe kan dat? Er komt altijd nog een heel klein beetje afval mee. En pis ruikt gewoon heel erg smerig. Oké, ik durf niet. gaan. Het ruikt gewoon echt nog steeds naar plas. 1, 2. Ik ga niet alles op drinken. 3, nee, gewoon in één keer achterover. Echt? Ja. Nee. Oké. Oké, 1, 2, 3. Oh, bam. Dat is echt niet lekker. Oh, bam. Oké, nou ja, ik heb het nu geprobeerd. Het kan dus wel, maar het is niet lekker. Ik vind het wel weer hoog genoeg. Laat me maar zakken. Volgende week in Noen. De voorbereidingen van het NK knikkeren. En we gaan mee op jacht. En wil jij nou meer zien? Kijk even op onze website www.noemtv.nl. En heb je een goede vraag, een tof idee of een doe-het-jezelf die wij kunnen filmen? Laat het ons dan weten. Oh, tot volgende week. Tot Noen!